Goedenavond. Welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. SMA bevordert 13 cursisten tot onderofficieren. Volksgezondheid installeert commissies voor nieuwe loonstructuur ziekenhuizen. President Santokki geeft update consultatieronde tijdens persconferentie. En launch SOSAVO basiszorg klantenservice project. De Surinaamse Militaire Academie, SMA, heeft 13 jonge Surinamers in staat gesteld een basisopleiding te volgen tot onderofficier. Op dinsdag 2 augustus 2022 vond de allereerste diploma-uitreiking plaats in de Mimrebuku-kazerne in aanwezigheid van minister Krishnakumari Mathura van Defensie, hoge militaire functionarissen, collega's, familie en vrienden. De legerleiding geeft aan tevreden te zijn met de inzet en discipline van de cursisten. Drie jaren terug toen u begon, wist u niet eens van uzelf dat u dit zou behalen? Fysiek niet, mentaal niet, ja? Vandaag de dag, nu, na bijkans 3 jaren, kunt u terugkijken en zeggen van ik ben trots op mezelf. Ik heb mijn grenzen verlegd. Ik heb mijn mentale grenzen verlegd, maar ook ik heb mijn fysieke grenzen verlegd. En het is precies wat een leider doet. Precies wat een leider doet. De mensen die leiding hebben gegeven aan nu in de afgelopen 3 jaren. Het zij het management van de Surinaamse militaire school, het zij de docenten, hebben allemaal u daar gebracht waar u uit uzelf niet had gedacht dat u daar zou komen. En mag u trots zijn. En daar hoort ook waardering voor. En dan dank je wel voor dat u dat in staat bent. Maar uw carrière eindigt vandaag niet hier. Echt niet. Het is pas het begin. Want u gaat de schakel zijn tussen de manschappen en de officieren. En een hele belangrijke schakel. En deze opleiding waar mensen dus worden opgeleid tot onderofficier, zodat ze dus op een middelmanagement niveau gaan functioneren binnen de organisatie. Hoe is de selectie geweest? En de selectie is een keiharde selectie geweest. Er was een selectiecommissie waarbij we, ik geloof, we hebben een groep van meer dan 200 kandidaten gehad. En uit die groep van 200 kandidaten zijn er maar 17 erdoor gekomen. Maar dat bestaat uit een selectie waarbij het dus is een medische keuring, een fysieke keuring, er is een antecedent onderzoek, er zijn een aantal onderzoeken. Dat de mensen moeten doorstaan alvorens ze geselecteerd kunnen worden. En hoe lang heeft deze opleiding geduurd? Aanvankelijk zou de opleiding 2 jaar moeten duren, maar het heeft bijkans 3 jaar geduurd. Wat is de volgende fase van de officieren? Hoe zullen ze ingezet worden in het leger? Oké, dus wat er nu zal gebeuren is dat de mensen volgende week overgedragen zullen worden aan het onderdirectoraat personeelsaangelegenheden. En zij gaan dus voor de mensen hun plaatsing zorgen. Maar de mensen worden allemaal geplaatst binnen het Nationaal Leger. Dus ze gaan echt daadwerkelijk allemaal daadwerkelijk de kans krijgen om ervaring op te doen. Is net als wat ik zei in mijn speech, ik wilde altijd al militair worden. Mijn vader was militair en ik zag ze handelen en zo. Dus vandaar dat ik zei van, ik wil dit ook doen. Dit is wat ik wil. En ik heb het gedaan. Wat voor boodschap heb je aan andere vrouwen? Wees niet bang om wat te doen. Ga die uitdaging aan. En niets is moeilijk if you want to. Yeah.
En als enige vrouw binnen de groep tussen zoveel mannen, hoe heb je dat zelf ervaren? Kijk, ik ben tussen veel heren opgegroeid, dus vanaf het begin was het geen probleem voor mij. Het waren wel nieuwe mensen, nieuwe mentaliteiten en zo. Maar we zijn er doorgekomen, dus het was geen issue. Wat is de volgende stap voor jou? Sowieso verder gaan. Ik ga me sowieso verder scholen, buiten. En daarna kijken wat ik nog kan doen hier. Maar dit is niet het einde van mij. Het ministerie van Volksgezondheid heeft op maandag 1 augustus 2022 de commissie Uittredend FISO en de commissie Nieuwe Loonstructuur AZP geïnstalleerd. Dit naar aanleiding van een recente vergadering van 24 juli 2022 tussen het clusterteam van ministers, de Algemene Bond van Personeel in Dienst van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo en de Bond Personeel van het Slans Hospitaal. Er is een besluit genomen voor het implementeren van een nieuwe loonreeks en de gelijktijdige uittreding uit FISO. Hierbij zal de door AZP gecreëerde loonstructuur als uitgangsdocument moeten dienen. De taken van de commissie Uittreden FISO zijn het uitbrengen van een voorstel stappenplan voor het uittreden uit FISO en het vaststellen van een termijn voor uitvoering van het stappenplan. Deze commissie zal binnen een week advies uitbrengen. De commissie Nieuwe Loonstructuur AZP heeft als taak het bekijken van de loonstructuur en voorstellen aandragen over de uitvoering en de termijn voor de procedure. Deze werkgroep brengt binnen 2 weken een advies uit. In de commissie zitten vertegenwoordigers van de ministeries van Volksgezondheid, Binnenlandse Zaken, Financiën en Planning. Verder hebben ook vertegenwoordigers van AZP, Slans Hospitaal en vertegenwoordigers van de bonden zitting in de commissies. Het proces tot terugtreding van First Lady Melissa Santokhi Sinachiri uit de Raad van Commissarissen, RVC, bij de Staatsoliemaatschappij Suriname is reeds ingezet. Ook de terugtreding van president-commissaris Leo Brunswijk wordt voorbereid. Dit op een wijze conform de elementen van goed bestuur. Ook conform de statutaire bepalingen. President Chandrika Prasad Santokhi geeft tijdens de regeringspersconferentie op maandag 1 augustus 2022 meer duidelijkheid hierover. We hebben ook gekeken naar de opmerking met betrekking tot de raden van commissarissen, raden van toezicht, de besturen, de directies. En ook daar is er al opdracht gegeven dat er verandering zal moeten komen. Ook ten aanzien van het functioneren van districtscommissarissen. Daar zijn er ook al processen ingezet om de functionarissen goed te bekijken. Ik kan u alvast doorgeven dat er vandaag een paar brieven gaan naar de president-commissarissen van de verschillende parastatale bedrijven en voorzitters van raden van toezicht. En daarin is heel duidelijk aangegeven dat ze binnen 2 weken moeten aangeven alle leden van RVC's, alle leden van raden van toezicht en raden van bestuur, alle leden die meer dan 1 functie hebben. En binnen 2 weken moet ik een totaal overzicht krijgen. En alles wat te maken heeft met meer dan 1, zullen we een evaluatie onderwerpen en ook besluiten nemen dat die functies dan conform de wettelijke procedures, conform de statuten, ook dan ter beschikking gesteld zullen moeten worden, zodat ook meerdere personen de ruimte gaan krijgen om mee te participeren in het beleid bij de parastatale. Natuurlijk op basis van profielen, op basis van deskundigheid. Daarna gaan we zeker hier scherp ook letten. Dus het proces is al ingezet. We hebben ook issues gehad, dat van Staatsolie, dat van Leo Brunswijk, de president-commissaris. Daar heeft u zelf al informatie gehad van de vicepresident. En natuurlijk ook dat van de First Lady. Daar hebben we ook gesprekken geïnitieerd. Ook met haar, ook met de CEO. Je moet er rekening houden dat de 2 personen behoren tot de leden van het bestuur van RVC. En dat er daar tijdens de hearings en ook door CEO duidelijk aangegeven is: houdt u rekening met continuïteit van bestuur. Houdt u rekening dat er geen
vacuüm gaat ontstaan. Dat het verlammend werkt naar het bestuur. En daar is het proces ook ingezet van terugtreden op een wijze conform de elementen van goed bestuur, conform ook de statutaire bepalingen. En daaromtrent krijgt u binnenkort een, ook duidelijkheid, maar hier is ook duidelijk afgesproken. Laat het zodanig gebeuren dat als personen terugtreden, dat er direct vervanging kan plaatsvinden. Anders gaat het verlammend werken naar het bestuur. Staatsolie is te belangrijk om daar een stukje, laat mij zeggen, onzekerheid te hebben. En wij willen ook daar zorg dragen dat alle besluiten genomen gaan worden overeenkomstig de aspecten van goed bestuur. En ook zaken te maken met de statuten. Voor alle duidelijkheid, laat het ook hier gezegd zijn, dat is de enige functie die First Lady heeft. En geen andere functie, zoals ik dat hoor, dat ze meerdere functies heeft. Dat is de enige functie, maar daaromtrent is ook met haar hierover gesproken. We blijven bij de persconferentie. President Chandrika Prasad Santokhi roept alle Surinamers en organisaties op die een bijdrage wensen te leveren aan de aanpak van nijpende vraagstukken. Alle organisaties die gehoord zijn, aan hun was duidelijk doorgegeven, we zijn hier om naar u te luisteren. Niet om discussie te voeren, niet om te praten over het is niet waar en verdedigen dat wel eens niet is. Nee, geef me uw zaken, geef me uw issues. En dat is bijzonder belangrijk, omdat die issues voor ons richtinggevend gaan zijn, hoe we ons beleid nader gaan inrichten op basis van al die gesprekken. En dat is namelijk wat belangrijk is. Want mensen willen weten, ja, wat ga je ermee doen? En daarvoor zijn we ook hier om u ook te informeren wat we ermee gaan doen. De gesprekken waren allemaal openhartig, heel constructief, kritische voorstellen. En dat hebben we ook gewaardeerd. Mensen hebben vrijelijk kunnen uitspreken over het regeerbeleid, over het voorstellen hoe het beleid om te buigen, over andere zaken. Waar ze prioriteit wensen te geven, maar ook zaken die ze afgekeurd hebben, afgewezen hebben. En de bevindingen die tot nog toe in feite zichtbaar zijn geworden als gevolg van de gesprekken, die zijn op de volgende gebieden, namelijk de democratie, transparantie en openheid. Opmerkingen, voorstellen met betrekking tot de eenheid en die coalitie. De zaken die als beloften gepresenteerd waren, zaken die te maken hebben met vertrouwen dat de regering moet uitstralen, zaken die te maken hebben met de benoemingen, zaken die te maken hebben met gronduitgifte, ook aspecten die te maken hebben met moraal, waarden en normen, maar ook het aspect van etnische spanningen. Wat men geconstateerd heeft, is naar voren gebracht door verschillende organisaties. Aanpak van corruptie, opmerkingen met betrekking tot verkwistend beleid. Men heeft ook prioriteiten gepresenteerd. Men heeft ook beleidsvoorstellen gepresenteerd. Men heeft aandacht gevraagd voor het binnenland. Men heeft aandacht gevraagd voor koopkracht en de koopkrachtversterking. Men heeft ook aandacht gevraagd voor uitvoering van een sociaal vangnetprogramma om de samenleving, om meer verlichting te brengen in de samenleving, de samenleving te beschermen. Men vraagt ook dat die overheid efficiënter moet werken. En men vraagt regelmatige overlegmomenten met die regering en uiteraard wil men dat ook om het regeerbeleid te ondersteunen op basis van ook de inzichten en de voorstellen die zij gepresenteerd hebben. En uiteraard om de druk die er is in de samenleving ook die te helpen lenigen. Dat zijn de zaken die tot nog toe aan het licht zijn gekomen. Een paar van die zaken zal ik straks ingaan en in de loop van de komende weken zult u nog meer informatie krijgen. Maar alle voorstellen, alle opvattingen, alle inzichten, alle kritische opmerkingen, die nemen wij als regering heel serieus. De regering heeft bij monden van president Chandrika Prasad Santokhi aangekondigd dat zij medio augustus 2022 zal starten met het verstrekken van 5000 bouwkavels in verschillende districten. Het staatshoofd zegt de instructie te hebben gegeven aan de minister van Grondbeleid en Bosbeheer, GBB, om erop toe te zien dat alleen personen die nog niet over een kavel beschikken in aanmerking komen. Dit was een belofte van ons. Elke Surinamer moet een stukje grond krijgen. En we hebben vanaf ons aantreden dat traject ingezet door eerst die gronden te identificeren. En dat is landelijk geïdentificeerd met uitzondering van Sipaliwini,
Ook vanwege het aspect van het grondrechtenvraagstuk wat nog niet duidelijk geregeld is. Maar alle andere districten zijn de gronden geïdentificeerd van de staat. Twee is, we hebben die personen die geregistreerd zijn via het digitaal systeem. De andere personen die daar al die tijd een verzoek ingediend hadden. Maar ook nieuwe personen die aangevraagd hebben via districtscommissaris, via DNA-leden, via ministerie, via zoveel andere organen krijgen we die verzoeken. Dus je kan ervan uitgaan dat er ongeveer 100.000 mensen zullen zijn. Wat vragen ze aan? Grond voor bebouwing, bewoning. Grond voor agrarische sector. Grond voor tuinbouw. Wij gaan ervan uit dat de personen die al die een tuinbouwgrond aanvragen of agrarisch, die zullen wel een grond hebben waar ze wonen. Dus Kopota, tuinbouw en agrarische sector prioriteit nummer 2. Met uitzondering van Coroni, want Coroni waren de meeste aanvragen tuinbouw of agrarisch. Dus dat, laatst wat, toen we daar waren zaterdag, de meeste grond beschikken waren tuinbouw of agrarisch. Dat kan ik best begrijpen. Je moet die mensen de ruimte geven om met zekerheid hun grond te gaan bewerken en beplanten. Nu hebben wij prioriteit gegeven aan bebouwing en bewoning. En daar zal nog een inventarisatie volgen hoeveel mensen dat zijn per district. We hebben vorige week gezeten met de minister van GWB en regeringstop en alle gronden zijn nu verdeeld met een oppervlakte van minimaal 500 vierkante meter. En dat is meer dan 5000 voor dit jaar. En 5000 gaan we dit jaar beginnen te verdelen, te starten medio augustus. Dus aan Mindri van Mundisi, aan datum prikbaar naar minister voor GWB, gaan we starten met de verdeling. Ja, 5000. Hè? 5000 in 6 districten. 6 districten zijn geïdentificeerd. Dit jaar alleen. Volgend jaar pakken we de rest. Maar natuurlijk, voordat we gaan verdelen, heb ik gevraagd aan de minister, laat er een scan plaatsvinden bij GLIS. Of de mensen niet al een perceel hebben. En als ze een perceel hebben, niet dat ze geen aanspraak maken, geef dan een tweede prioriteit. Laat die anderen die niks hebben als eerste krijgen. Maar wel heb ik aan de minister gevraagd, minister, if we praat den grong, mi no mire tamara, dat na een boosie, pe pasino de, mi no sa peasande, of na een biggie swampu, lek de man gina ni keri bakpro, een biggie swampu. Toh? De grap dat mijn omschie en de minister heeft duidelijk aangegeven bij de presentatie. Het zijn gronden waarvan de infrastructuur niet ver daarvan ligt. Dus je kan de infrastructuur gaan trekken, nutsvoorzieningen, passie en dergelijke. Want dat is onze bedoeling. In het district Nikeri werd het SOSAVO basiszorg klantenservice project gelanceerd. De launch vond plaats op vrijdag 29 juli 2022 door minister Uraikit Ramsaran van SOSAVO. Onder de aanwezigen bevonden zich de districtscommissaris van Nikeri, Senrita Gobardan, DNA-leden Harriette Ramdin, Stefan Matsale en het hoofd van Stichting Staatsziekenfonds Nikeri, Surinder Badal. In juni 2022 bracht president Chandrika Prasad Santokhi een bezoek aan het district Nikeri om de verschillende noodkreten aangaande premiesubsidie aan te horen. Uit dit bezoek zijn er oplossingsmodellen voortgevloeid welke zijn goedgekeurd in de regeringsvergadering. Er is besloten dat er landelijk een SOSAVO basiszorg klantenservice helpdesk wordt ingesteld voor bijzondere doelgroepen te weten 0 tot 16-jarigen, 60-plussers, mensen met een beperking, zwangere vrouwen, studenten, mensen met een chronische ziekte en binnenlandbewoners. Dit alles start met een pilot in Nikeri. Minister Ramsaran gaf aan dat het toekennen van premiesubsidie ook onderdeel is van het pakket aan maatregelen welke het sociaal vangnet vormen. Dit was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.